Yo gasten, Gameboss hier. Vandaag doe ik wel iets speciaals. Ik heb namelijk allemaal legendarische kaarten. Ik heb er in totaal 7. Ik heb gewoon 6 legendarische kaarten van level 2. Dat is best wel ziek, OP. En ik ga met alleen maar legendarische kaarten ga ik gewoon spelen. En ik ga kijken hoe dat speelt. Ik denk dat het wel heel lastig gaat worden. Want legendarische kaarten, je kan er heel goed mee aanvallen. Maar verdedigen gaat niet echt lukken. Bijvoorbeeld een lavenhond, daar kan je voor geen meter mee verdedigen. Ja, zo'n vonkje ook niet. Mijn werk is ook alleen om aan te vallen eigenlijk. Tovenaar kan je nog wel redelijk mee verdedigen. Maar met zo'n infrarood draak ook niet. Het gaat heel lastig worden. Ik heb 1 spiegel, omdat ik in totaal geen 8 legendarische kaarten had. Dus dan met die spiegel kan ik dan 2 keer een legendarische kaart achter elkaar neerzetten. Jullie snappen dat vast wel voor degene die veel Clash Royale speelt. Deze 4 legendarische kaarten die hieronder staan, die heb ik dus nog helaas niet. Ik hoop dat ik ze binnenkort wel een keertje kan krijgen. Dat zou mooi zijn. Maar ja, het is gewoon best lastig om legendarische kaarten te krijgen. Maar ik heb er in ieder geval al 7, dus dat is mooi. Maar ik ga nu even gewoon een paar potjes spelen. En ik hoop dat ik in ieder geval 1 keer kan winnen. Dat zou mooi zijn. Dat is het doel van deze video. Gewoon 1 keer winnen. Maar ik denk dat het wel heel lastig gaat worden. Maar we zullen zien. Ik ga gewoon een potje spelen in klassieke uitdaging. Want anders ben ik bang dat ik zeg maar vet hard omhoog ga. Nee, omlaag ga. Niet omhoog. Omlaag ga qua trofeeën. En kom op. Oké, ik ga nu even een mijnwerker daar neerzetten. En dan hopelijk kan ik een klein beetje damage doen. Nou, heel klein beetje. Bijna niks. Want hij verdedigt best wel goed. En best wel makkelijk eigenlijk. Dan zet ik hier een elektrische tovenaar om al die skeletten weg te halen. En wat ga ik nu doen? Wat is slim? Want nog een elektrische tovenaar ga ik nu inzetten. Pat! Dat was best wel prima. Kijk, dit heb ik best goed verdedigd, vind ik zelf. Met alleen legendarische kaarten vind ik dat best wel pro. En zo heel handig speelt hij ook niet. Alhoewel, heeft hij wel meer damage op mij dan ik op hem. Ik ben ready om even de hard toe te slaan. Oké, kom op. Nee, hij gaat nu ook via die kant. Een Ice Wizard. Ik ga nu een vonkje hier neerzetten. En dan zet ik ook een Ice Wizard daar neer. Ah nee, en hij heeft natuurlijk zo'n horde skeletten. Dat wist ik eigenlijk al. Was niet heel slim gespeeld voor mij dit. Dit is best wel balen. En hij heeft nu echt mega veel goblins en shit daar allemaal. Dus dit gaat lastig worden. Oh kut, nu moet ik echt uitkijken. Ik zet hier een ijstovenaar. Nee, ik bedoel zo'n elektrische kerel neer. Maar mijn toren is ondertussen al weg. Dus helaas, mijn aanval is niet echt geslaagd. Sterker nog, nu moet ik uitkijken dat ik niet helemaal ga verliezen. Hoe moet ik dit verdedigen? Ik kan toch niks? What the fuck? Nou, ik zet maar gewoon mijn kerels daar neer. En dan hoop ik dat ze een beetje damage opvangen. Als ik nou gewoon een bom had of iets dergelijks, dan gooide ik gewoon een bom erop. En dan had ik alles weg kunnen doen. Maar ja, dat heb ik dus niet. Ik kan voor geen meter verdedigen. Weet je wat? Ik laat hem nu wel gewoon winnen, want dit win ik toch niet meer. En dan hoop ik dat ik de volgende potje ga winnen, want dit was echt 10 keer niks. Oh, dit is echt lastig, man. Dit is echt niet normaal. Ik had dit wel een beetje onderschat. Weet je, legendarische kaart, als je het 1 of 2 in deck hebt, dan is dat echt super chill. Maar als je alleen maar legendarische kaart hebt, dan kan je gewoon helemaal niks. Dat lijkt wel. Maar misschien dat ik toch nog kan winnen. Misschien had mijn tegenstander net gewoon de perfecte kaarten tegen mij. Oké, kom op. Ik begin met de lavahond achterin. En dan ga ik rustig opbouwen. In ieder geval, dat is de bedoeling. En nu heb ik al meteen een probleem. Ik ga die mijnwerker. Ah, ik ga wel even verdedigen. Oh shit, en nu komt hij net via de andere kant. Ga ik net de ene kant verdedigen, komt hij via de andere kant. En nou ja, dan laat ik dat maar even. Dan ga ik nu gewoon volop via deze kant. En shit! Oké, kom op. Die ijskerel heb ik nodig. Ah nee, het is over. Nou, het is nog niet over, maar mijn aanval op dit moment is wel over. Want ik kan nu echt helemaal niks meer. Dit is echt pure schijt. Hij heeft ook nog zo'n infrarood toren, dus ik kan bizar weinig nu. Ijstovenaar even hier aan die kant, want ik wil nog een beetje verdedigen, maar... Oh man, dit is echt om te huilen gewoon. Shit. Hoe moet ik met alleen maar legendarische kaarten goed aanvallen? Dat is de vraag. Het is echt niet normaal lastig. Maar ik wil in ieder geval 1 potje winnen, dat is mijn doel. Ik ga nu even een mijnwerker daar neerzetten om die stomme goblins neer te halen. Maar ondertussen heeft hij mijn toren aan die kant al kapot gemaakt. Klootzak. Wat moet ik nu doen? Even die boogschutter weghalen.
Oh, en dan heeft hij een horde gunstelingen waar ik helemaal niks tegen kan doen. Dan heb ik ijstovenaar. Maar die ijstovenaars, die hebben bijna geen damage. Dan worden die dingen alleen maar sloom van. Maar ze hit, maar zo'n tovenaar hit bijna niks. Dus dat is wel jammer. Maar dan ga ik nu even met mijn houthakker even aanvallen. En dan hoop ik dat ik nu nog wat damage kan doen. In ieder geval één toren neerhalen. Dat zou wel mood zijn. Maar nee. Ik ga infrarood draken. Weet je, die heeft wel super veel damage. Als die eenmaal volop bezig is, dan zou dat misschien wel kunnen. Oké, mijnwerker. Kom op. Dit moet hem worden. Hoop ik. Nee, dat wordt hem niet. Want hij verdedigt met goblins. Helaas, dikke pindakaas. Dan zet ik hier elektrisch tovenaar neer. Want die kilt dan die horde gunstelingen. Dus dat is wel mooi. Maar ik kan verder niet zo heel veel. Hier een ijstovenaar. Dan kan ik misschien nog één keer proberen om een echte aanval neer te zetten. En dan kan ik misschien nog een toren neerhalen. Even één weg. Ah nee, toch niet. Shit. Kijk, ik kan die horde gunstelingen. Ik kan er gewoon niks mee. Dit is zo irritant. Nou, uiteindelijk heb ik nog redelijk wat damage kunnen doen bij zijn beide torens. Ik vind het in ieder geval best wel veel. Beter als de vorige keer. Maar kijk dan, ik kan niks. Hier nog even een tovenaar, dan haal ik dat nog even neer. En hij wint weer met 3 kronen. Shit, weer dik verloren. Wel iets minder dik als de vorige keer, want dan was het echt meteen over. Maar dit is weer niet al te best. Ik denk dat het echt onmogelijk is om te winnen. Oké, ik mag nog maar 1 keer verliezen. Als ik de volgende verlies, dan is het gewoon over. We zullen zien hoe het gaat. Ik hoop dat ik kan winnen, want het zal wel een beetje lullig zijn als ik alles ga verliezen. Maar ja, dat ligt dan ook een beetje aan de kaarten natuurlijk. Ik ga in ieder geval mijn best doen. Oké, ik moet even opletten. Houthakker en dan hoop ik dat hij niet te veel damage kan doen en dat valt inderdaad nog mee. En misschien kan ik nu wat damage maken, dat zou mooi zijn. Ah nee, dat heeft hij heel makkelijk verdedigd. Bijna iedereen heeft tegenwoordig ook zo'n goblin bende, maar die zijn ook gewoon echt super chill. Ik gebruik ze ook echt altijd. Wat is handig om nu te doen? Ik zet wel even een mijnwerker daar neer. Dan kan die dit stomme boogschutten neerhalen. En dan zet ik nog een mijnwerker. Dan ga ik gewoon met 2 mijnwerkers aanvallen. En dan hopelijk kunnen ze wat damage doen. Maar nee hoor. Oh. Het zijn altijd een paar kaarten die bijna iedereen heeft. Van die stomme skelethordes. Ja, het is gewoon echt balend dit. Maar ja, je kan er niks tegen doen. Ik snap het ook wel dat bijna iedereen ze heeft. Omdat ze ook gewoon ziek pro zijn. Oké, lavenhond hier neerzetten. En dan hoop ik dat ik nu eindelijk een keer wat damage kan doen. IJstovenaar tegen de goblins. Nee, ik denk dat dit niks gaat worden. IJstovenaar dood. En hij gaat dat zometeen super makkelijk verdedigen. Al die kleine dingetjes die er vanaf komen. Want hij heeft daar nog een prinses staan. Ja, ik wil die prinses zo dood hebben. Maar ik moet eerst hieruit kijken, want hij komt alweer. Hij heeft echt ziek voor goblins en van die kleine dingen, jongen. Niet normaal. En dit, nu heb ik wel een probleem, want ik kan dit niet echt verdedigen. Weet je wat, ik doe even de mijnwerker daar. En dan ga ik met zo'n elektrische tovenaar die prinses neerhalen. Kom op, een keer damage. Ja, oké, misschien kan ik zijn toren neerhalen. Oh nee, toch niet. Maar in ieder geval veel damage, dus dat is mooi. En dan zet ik hier een infrarood draak om die stomme hork neer te halen. En die heeft alweer veel te veel damage gedaan op mijn andere toren. En ik sta eigenlijk alweer hopeloos achter. Dit is echt niet normaal. Hoe moet ik ooit winnen? Dit is echt, echt onmogelijk gewoon bijna, heb ik het idee. Nou, in ieder geval, die prinses is daar dood, dus dat scheelt. Ik ga even via de rechterkant. Ik ga nog 1 keer volop via de rechterkant, want ik moet het gewoon proberen om via die kant nog zijn toren neer te halen. Dat is mijn laatste, allerlaatste hoop. En dan hoop ik dat die hawk die toren nu niet neerkrijgt, wat ik wel denk dat dat gaat gebeuren. Maar ja, we zullen zien. Oh nee, hij krijgt hem niet eens neer. Dat is mooi. Weet je, 2 mijnwerkers zet ik daar neer. En dit is balen. Zet hij nu zijn infrarood toren neer. Maar hij heeft nog iets minder dan 1000 HP op die ene toren. 500. Maar hoe krijg ik dat in hemelsnaam eraf? Ik heb niks waarmee ik het zo even zou kunnen doen. Ik heb nog een mijnwerker. Had ik nou maar een kanon, dan had ik hem misschien nog neer kunnen halen. Shit! En hij zet zijn skelet in en dan is het voorbij. Trouwens, op die andere toren had hij ook nog maar 800 HP. Dus uiteindelijk heb ik nog redelijk weten te spelen. Maar weer verloren. Maar dit keer niet met 3-0 verloren. Dus dat is wel mooi. Maar een tip van mij aan jullie. Ga nooit met alleen maar legendary kaart spelen. Want je gaat echt niet winnen. Oh, dit is echt niet normaal. Nou, even mijn kistje openen. Even kijken wat ik heb gekregen.
helemaal niks. Dat is natuurlijk ook logisch, want ik heb alles verloren. Maar dan was dit het voor deze legendarische challenge. Het was gewoon een lekkere bonus video. Misschien hebben jullie ook wel leuke ideeën voor dit soort challenges. Gewoon allemaal aparte kaarten bij elkaar. Waar eigenlijk nooit iemand mee speelt, maar dat het wat misschien wel leuk is als challenge. Misschien is het leuk om een keer alleen maar met bommen te gaan spelen. Bijvoorbeeld pijlen en dan zo'n vuurbal. En dan nog zo'n raket. En alleen maar van die dingen die je van ver af kan gebruiken. En zaps en zo. Misschien is dat leuk voor de volgende video. Laat maar weten in de reacties wat jullie daarvan zouden vinden. Maar vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog te smashen. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. En te abonneren natuurlijk. Dat kan hier beneden. Maar bedankt voor het kijken. En natuurlijk tot slot. Ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bouse Army. Yeah!